Volgend jaar bestaat Wenneker Cinema 40 jaar. Het filmtheater werd onder de naam Filmhuis Schiedam in 1982 opgericht door 4 studenten aan de Technische Hogeschool in Delft. 3 van hen zijn nog altijd actief bij de club. Sinds 2011 gaat het Filmhuis Schiedam door het leven als Wenneker Cinema, waarmee wordt verwezen naar de huidige locatie in het Wennekerpand. Wenneker Cinema gaat het jubileum volgend jaar vieren met diverse activiteiten. Eén daarvan is een documentaire waarin de geschiedenis wordt verteld van de langst bestaande bioscoop in Schiedam. Een documentaire, die moet er komen. En Michelle van Gerven, jij bent betrokken, zeer erg betrokken als vrijwilliger bij bij Wenneker Cinema. Maar je bent ook editor. En jij wordt, neem ik aan, degene die dat voor een deel gaat coördineren om die documentaire te maken. Ja, die klopt. Documentaire, die moet worden gevuld met beelden van vrijwilligers, van bezoekers. Wordt dat niet een soort lappendeken, tenminste? Loop je dat risico niet? Nee. Dat is juist het leuke van dit soort retrospectieven. Echt, als je kijkt naar biografieën over bekende mensen, dan zit er ook heel vaak een begin, een heel stuk met foto's en voice-overs. Dat ze gaan uitleggen van, ah ja, zo was het vroeger, want daar hebben we nog geen beelden van. En dat is ook een beetje de insteek hier. We willen zowel het verhaal van Wenneker Cinema nu heel erg vertellen. Maar omdat ze een hele rijke geschiedenis hebben van 40 jaar... waar is eerst Filmclub Schiedam, toen Filmhuis Schiedam en nu Wenneker Cinema zijn... willen we eigenlijk van dat eerste stuk waar ik alleen de legendarische verhalen van gehoord heb... willen we ook eigenlijk heel graag beeldend nog maken. Ja, ik ben zo benieuwd, wie zit daar op te wachten op zo'n documentaire? Is dat niet heel erg van, ja, leuk voor jullie als organisatie... maar zit ik daar als gemiddelde Schiedammer op te wachten om die documentaire te gaan zien? Of wordt die zo spannend? Nou, het idee is een beetje dat we 40 jaar film in Schiedam gaan vieren volgend jaar... als een soort lustrum. En dat gaat van allerlei takken. Het museum gaat meehelpen, de bibliotheek gaat meehelpen. Het wordt echt een heel groot feest. En dan de documentaire is een van onze klapstukken. Want ja, als filmhuis kan je film het beste vieren door film. En we willen dan wel ons verhaal vertellen, maar ook eigenlijk de stad erbij betrekken. Dus wat betekent film voor de stad Schiedam en voor de Schiedammer zelf? Ja. Wordt het een propagandafilm? Nee, dat gaat tenminste. Dat is de bedoeling dat we gaan proberen dat niet gebeurt. Anders gezegd, heb jij de vrije hand om daar gewoon iets moois objectiefs van te maken... waar de goede verhalen, maar misschien ook de minder goede verhalen in zitten? Ja. Ja, er zijn ook momenten geweest in de geschiedenis van de filmhuis dat het eventjes iets minder ging. En dat zijn ook gewoon hele waardevolle verhalen en die willen we ook wel heel graag horen. Wat is nou dat geheim, want jullie zijn natuurlijk research aan het doen, jij doet het al een tijd. Het geheim van Wenneker Cinema, want ja, jullie hebben recordbezoek na recordbezoek, jullie hebben al een hele goede film. Wat is het geheim eigenlijk? Ik denk de gemoedelijkheid van ons als filmhuis. Het is natuurlijk begonnen als uit de hand gelopen studentenclubje. Daar zijn Schiedammers zelf bij betrokken geraakt. En dat is echt gewoon een soort van een paar gasten die gewoon een leuke film wilden vertonen. En een paar Disneyfilms in de sociëteit wilden draaien. Tot 40 jaar later dat we echt in een echte bioscoop zitten. Maar dat gevoel van dat kleine zaaltje waar ze met z'n allen gewoon voor de lol films draaiden. Dat hebben we volgens mij best nog wel in een toch vrij grote organisatie dat we nu zijn tot stand weten te houden. En dat onderscheidt ons denk ik wel heel erg van de grotere Euroscopen en Pathé's. En waar je nog meer terecht kan. Ja, maar jullie zijn ook wel een klein beetje elitair, toch? Nee. Jawel, jullie draaien... jullie draaien toch ook altijd... Nou, er draaien hele goede films, hè? De Oost draait dit weekend. En De Slag om de Schelde. Nou, dat wil ik zeker ook zien. Maar jullie zijn niet van de massaproducties. Soms wel. Soms, als het echt hele grote films... Mamma Mia hebben we gedraaid. Okay. En ik ben dol op musicals, dus ik was hartstikke blij dat Mamma Mia draaide. Maar Sof heeft ook heel goed gedraaid bij ons. Dus we draaien eigenlijk van alles wel een beetje. Maar we zorgen wel dat we dan wel de leuke films uit het assortiment selecteren. Want we kunnen er maar 2 per week draaien. Dus we zorgen ook echt dat we dan de leukste die beschikbaar zijn draaien. En het zijn meestal ook niet de nieuwste films. Dus dan weten we ook wel een beetje van hoe is die ontvangen? Wat kunnen we ermee? Hebben we soms misschien al zelf gezien. Dus aan de hand daarvan worden de films geselecteerd. Ja, legendarische verhalen ben je naar op zoek. Ja. Noem er eens één.
Toen ik begon als vrijwilliger in het filmhuis, wilde ik heel graag projectionist worden. Want dat vond ik altijd zo'n heel romantisch idee. Wat ben je dan? Ja, dat je er echt. Ik had het romantische idee dat je dan met een filmspoel onder je armen dat op een projector zette. Je moest het zelf in elkaar plakken. Nou, dat was natuurlijk. Dat was niet meer. Het is nu echt gewoon. Je laat het. De file laat je in de projector. Je drukt op play en dan ben je een projector. Maar de man die mij heeft ingewerkt, Hans van der Vlist, die is helaas eerder dit jaar overleden. Die had allemaal verhalen van hoe hij dat vroeger deed. En hij heeft me ook echt uitgelegd met een filmspoel. Ik heb nog één keer 35 mm kunnen draaien. Dat was wel heel erg bijzonder. De film van de Rolling Stones van Martin Scorsese. En die heeft me ook echt geleerd van, je hebt die spoelen en dan moet je ze aan elkaar plakken en hoe dat dan werkt. Maar ik hoorde van hem verhalen dat ze in de teerstoof, de projector, die stond gewoon in de zaal zelf. Dus je hoorde de hele tijd dat geraten van de projector. Hij heeft ook wel iets, hè? Dat heeft iets romantisch, maar ja. Die wilde nog wel eens in de vlam vatten, want de lamp die sprong romantisch. Dan. Of de hele spoel die rolde er zo af en dan moesten ze overnieuw beginnen en zo. Ja. Dus allemaal van dat soort smeuïge verhalen. Zijn daar dan ook beelden van, denk je? We hopen dat er wel iemand misschien zo'n wegwerkcameraatje. Ja, dus natuurlijk, toen had je nog niet een telefoon. Dat het in de brand gaat? Ja, weet ik wel. Mensen hadden toen nog niet een telefoontje waar ze mee konden filmen. Nee, dat wordt wel lastig. Maar ja, misschien dat mensen toen ze een keer op bezoek waren, dat ze toevallig een foto hebben gemaakt of zo. Dat zou wel heel erg leuk zijn. Maar eigenlijk het mooiste zou zijn, waar we op zoek naar zijn, zijn mensen met verhalen. Van dat soort verhalen. Van hoe was jouw, wat is jouw ervaring met filmhuis? Heb je een vaste prik? We hebben heel veel mensen die komen, die dan komen elke zondagochtend komen ze naar een film kijken. En waarom kom je elke zondagochtend? En vertel iets over die gewoonte. Ja, en hoe lever ik dat dan aan? Moet ik dan een eigen filmpje maken? Ja. Of wat is de bedoeling? Nee. Je kunt je aanmelden bij info@wennekercinema.nl. Gewoon een mailtje sturen en dan nemen we contact op. En dan gaan we kijken van wat kunnen we met materialen. Zijn we natuurlijk super blij mee als die gaan komen. Maar als ze leuke verhalen zijn dan, en mensen vinden het leuk om geïnterviewd te worden, dan gaan we er met een camera naartoe en dan gaan we interviewen. Ja, want de publiciteit komt een beetje op gang. Ik las het ook in jullie mail die ik altijd krijg. Ook ja. Zag die oproep staan in de krant ook. Reageren mensen inmiddels al? We hebben al een paar reacties gehad, ja. Dus dat is wel heel erg mooi. Maar we willen natuurlijk wel echt zoveel mogelijk verzamelen. Ja. Ben je eens op zoek naar iets specifieks? Daar zijn we nog niet achter. Maar als ik nu toch op tv ben, kan ik misschien direct even een oproep doen. Mm-hmm. Zoek je iets bijzonders? Geen idee waar ik dat moet halen, maar ik doe even een appel op Schiedammers. Foto's zou echt super fijn zijn. Gewoon echt tastbaar beeldmateriaal. Maar foto's dat mensen in de bioscoop zitten of wat? Ja, of gewoon van hun avondje uit terwijl ze naar de Wenneker zijn gaan. We hebben heel veel themaavonden gehad en midnight screenings en zo. Daar moeten leuke verhalen uit gaan komen zijn. En ze hebben ook vanuit de Wenneker Cinema ook lezingen gehad met auteurs voor een boekenclubje en zo. Dus daar moet gewoon materiaal en leuke verhalen van zijn. Maar voornamelijk die verhalen van mensen, daar zijn we echt heel erg naar op zoek. Ik neem aan dat er inmiddels een soort script en scenario op hoofdlijnen ligt. We hebben al een plannetje inderdaad. Ja. Ja. En als ik daar dan letterlijk een beeld bij moet krijgen, hoe ziet dan die documentaire uit? Waar kan ik dat misschien mee vergelijken? Het moet een beetje in dat genre ongeveer zijn. Het is echt een beetje gewoon een soort van slice of life documentaire, zoals we dat dan noemen. Dat je gewoon, het idee is dat we gaan beginnen met een dag, een avondje Wenneker Cinema zoals het nu is. Dus zowel vanuit de mensen die er werken, de vrijwilligers, maar ook degene die er uiteindelijk naartoe gaat. Hoe leeft dat in een stad van de vrijwilligers die komen naar de bioscoop, die gaan er nog even kletsen, het is lekker rumoerig. De mensen die naar de film gaan misschien eerst nog even gezellig naar het restaurant, de verschillende restaurantjes die eromheen zitten. Gewoon echt de filmavond bij Wenneker Cinema willen we uitbeelden. En daar willen we dan wel allemaal rode draadjes aan gaan linken van de geschiedenis van het filmhuis. En dan kan je natuurlijk de stad als er wel heel erg bij betrekken. Ja. Wanneer moet die klaar zijn? Volgend jaar. Ja, dat snap ik. Maar heb je een soort al een première datum in de agenda gezet? Ja, volgens mij was het oktober volgend jaar dat ze van plan Dus je hebt nog wel even de tijd natuurlijk.
Ja, nou, maar jij moet ook gaan, natuurlijk gaan. Het moet nog gefilmd worden. Ik moet het nog gaan editen. Dat is ook nog wel een hele kluif. Want ja, we hopen dat er dus heel veel materiaal komt. Maar heel veel materiaal betekent ook een hele grote bak met knipsels die ik uit moet gaan zoeken. En het is voor mij ook gewoon vrijwilligerswerk. Dus het moet ergens in de randuur gedaan worden. Maar ik heb er wel heel veel zin in en het kan wel heel erg mooi worden. Ja, dit is niet de eerste documentaire die je maakt, want jij bent academisch opgeleid in binnen- en buitenland en master in films. Ja. Heb je ervaring met het maken van dit soort dingen? Ik heb wel een paar producties naast mijn werk gemaakt, maar voornamelijk werk ik en dan maak ik bedrijfsvideo's. En dat kunnen dan hele korte zijn, zoals het promootje dat ik nu gemaakt heb voor de Wenneker. Maar er zitten ook langere documentaires in en dan gaat het over een melkveehouder die vertelt over hoe die zijn mest, zijn wei bewatert en al dat soort dingetjes. Of de Yes Foundation documentaire. Of de Yes Foundation, ja. Maar die is er nog, die is er nog niet. Die moet nog komen. Nee, maar het verhaal klinkt in ieder geval rijp voor een documentaire. Nice. Ik zou voorstellen dat jullie samen nog even koffie drinken om daar even een goede afspraak over te maken. Als mensen zeggen, hey, ik heb een goed verhaal, ik heb goed beeldmateriaal. Nog één keer het e-mailadres om dat te melden is... info@wennekercinema.nl. Goed zo. Nou, volgend jaar oktober komen we allemaal kijken. Veel succes met het verzamelen en het maken van de documentaire.